Kijk, moed kan hem niet ontzegd worden. Tweede Kamerlid Steven van Weinberg van D66 wil het toeslagencircus afschaffen. Het mooie aan het plan is: de hele Tweede Kamer is het met hem eens. Het jammer aan het plan is: diezelfde Tweede Kamer zal ervoor zorgen dat dit plan er niet komt. Het toeslagencircus moeten we even uitleggen. Ieder jaar haalt de overheid belasting op bij burgers. Inkomstenbelasting, btw, accijns, en noem maar op. Tegelijkertijd keert diezelfde overheid allerlei toeslagen uit aan burgers: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag. 6 miljoen Nederlanders ontvangen zo ieder jaar ruim 15 miljard euro. Als het allemaal goed ging, dan was het niet zoveel in de hand, maar er gaat bij de uitkering van die toeslagen van alles mis. Denk aan dat wat de toeslagenaffaire is gaan heten. Duizenden ouders die door de Belastingdienst onterecht. Als fraudeur zijn aangemerkt met de kinderopvangtoeslag en daardoor in grote problemen raakte. Maar al die toeslagen zorgen er ook voor dat voor veel mensen extra werken nauwelijks loont. Want meer verdienen betekent ook meteen je toeslag inleveren. Hier zie je dat helemaal in een grafiek. Van iedere euro die je meer verdient. lever je soms bijna 90 cent weer in. Daar in dit gedeelte is dat. In een vakterm heet dat de marginale belastingdruk is door die toeslagen torenhoog. En het is ook nog een keer een heel duur systeem. Honderden ambtenaren zijn bezig met het verstrekken, het controleren en daarna mogelijk weer het terugvorderen van al die toeslagen. Kosten zo'n 300 miljoen euro per jaar. Nou, Van Wijberg wil hier vanaf, op een vrij rigoureuze manier. Zijn plan, in het kort dan, de hoofdlijnen: stop met de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvang, kinderbijslag en kindgebonden budget. En stop ook met de Hypotheekrenteaftrek. Om de financiële gevolgen hiervan te beperken, stelt Van Weyberg voor eh, zorg voor gratis kinderopvang, halveerde de zorgpremie en eh, wat hij noemt een verzilverbare heffingskorting moet ingevoerd worden. Dat is eh, een vast bedrag afhankelijk van je situatie, of je bijvoorbeeld samenwonend of alleenstaand bent. En je kunt dan kiezen om dat bedrag bijvoorbeeld uit te laten keren of je kunt het als eh, korting meenemen op je belastingaangifte. Nou, het plan Zit best uitgeknipt in elkaar. En Van Wijnberg heeft het ook nog laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. De grote lijn daaruit is, is dat het plan gunstig is voor uh, mensen met een uitkering. Het is gunstig voor de lage middeninkomens en gunstig voor alleenstaanden. Minder gunstig pakt het uit voor de hoge inkomens. Kijk, vorig jaar werd een motie aangenomen van diezelfde Van Wijnberg en van uh, Apple Bruids van de ChristenUnie. Waarin het kabinet werd opgeroepen om met plannen te komen om te stoppen met de toeslagen. De uitslag van die stemming, is leuk om te zien in de Tweede Kamer. 150 leden waren voor die motie, 0 tegen. Je zou zeggen, nou we invoeren dus dat plan van Van Weyenberg. Maar dat gaat niet gebeuren. En waarom niet? Dat valt te lezen op pagina 8 van de CPB-doorrekening van het plan. Het is een beetje een ingewikkeld plaatje, maar daarin zie je wat de koopkrachteffecten zijn. Voor de verschillende groepen. En dan zie je dat sommige lage inkomens er 8% op achteruit gaan. Sommige gepensioneerden, die staan hier, wel 10%. En dat er alleen verdieners zijn die er soms wel 12% in koopkracht op achteruit gaan. Dat is niet gek hoor, want bij iedere vereenvoudiging zul je groepen hebben die er beter van worden. Maar er zullen ook altijd groepen zijn die net aan de verkeerde kant van de streep vallen. Als de Tweede Kamer dat kan accepteren, dan heeft dit plan een kans en kunnen we dus van het hele toeslagencircus af. Maar ik vrees dat Kamerleden de neiging om die getroffen groepen te compenseren toch niet kunnen weerstaan. En zo krijgen we met dit nieuwe Van Weyenberg-stelsel ook de Van Weyenberg-compensatietoeslag voor getroffen lage inkomens, voor getroffen gepensioneerden en voor getroffen alleenverdieners. Iedereen weer. Zijn eigen toeslagje. En dan begint het hele circus weer van voren af aan. Vond je dit nou een boeiende video? Download dan de app van RTL Nieuws. Daar vind je er nog veel meer.